Vlakbij de recreatieplas De IJzeren Man bevond zich in de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp. Concentrationslager Herzogenbosch of Kamp Vught. De nazi's zetten hier meer dan 32.000 mensen gevangen. Vele duizenden werden naar kampen buiten Nederland overgebracht en daar vermoord. Minstens 750 mensen stierven hier, in Kamp Vught. En daarmee was dit in de oorlog een van de dodelijkste vierkante kilometers van Nederland.